De tentoonstelling gaat eigenlijk over een... Ik probeer iedereen een kijkje te geven in hoe mijn hoofd werkt en hoe mijn hoofd altijd heeft gewerkt. Ik denk dat Jan Tomino voor het Nederlands mode-erfgoed heel belangrijk is. En als ontwerper, als ideeënman is hij ook heel inspirerend. Dus nou ja, om die verschillende redenen heb ik hem gevraagd om hier een tentoonstelling te maken. We zitten nu zeg maar, in de eerste ruimte van de tentoonstelling. En dat is zeg maar, de basis van de fantasie waar de meeste jurken in gemaakt worden. En daarna neem ik iedereen langzaam mee mijn hoofd in, waardoor je meer van mijn proces gaat zien. In de tentoonstelling van Jan Tomino speel ik samen met Jan Tomino en met vormgever Maarten Spruit. Brengen we eigenlijk de wereld van Jan tot leven. Dat vind ik ook wel leuk bij Jan. Het gaat bij hem niet alleen maar over dat eindresultaat. Het gaat... als ik Jan mag quoten, heel erg om niet zozeer om het kijken, maar om het echt te zien. Dan zie je pas hoeveel werk daarin zit en hoeveel onderzoek om tot zo'n jurk te komen. En ik denk dat het onderzoek, dat is denk ik ook wel een mooi woord in deze tentoonstelling. Zo ontvouwt langzaam zich het hoofd van mij, naar aanleiding van de jurken die ik tot nu toe heb gemaakt. De hoop is, en dat is wat ik eigenlijk altijd ook met mijn tentoonstelling wil, is dat als je naar buiten komt, dat je anders naar de wereld om je heen kijkt.